Nou, daar zijn we weer. Ik ga even vertellen hoe ver ik ben. Het gaat om de nieuwsuitzendingen natuurlijk. Dus, en we zijn momenteel bij uitzending nummer 30. En deze nieuwsuitzending nummer 30 is geheel gewijd aan een iemand. En die heeft mij een e-mail gestuurd. En dit is een e-mail. Ik ken deze man, dat wil zeggen, ik heb hem over de telefoon gesproken, of over Skype. Hij heet Robert van de Luitgaarden. En hij heeft een heel geheim e-mailadres, dat is maar goed ook. En hij heeft een boekpresentatie gehouden, dat betekent dat hij een boek heeft geschreven. En die boekpresentatie, daar gaan we nu eventjes lekker naar luisteren. En jullie weten natuurlijk niet wie Robert van de Luitgaarde is. En ik weet het ook niet. Ik heb die man nooit ontmoet. Nooit een keer een krat bier met hem leeg gedronken. Een manier om iemand te ontmoeten. Dat genoeg heb ik niet gehad. Maar dat is ook mijn eigen schuld geweest, want ik was die afspraak vergeten. En dat is best erg. Daar schaam ik mij gewoon voor dat ik niet op die afspraak verschenen ben. En dan kan ik zeggen, ja, ik was depressief. En dan spreek ik toch de waarheid ook, maar daar heeft Robert van der Luitgaarde helemaal niks aan. Aan depressieve periwinkels die niet opkomen dagen op afspraken. Deze video die start een halverwege op en... Dit is zeg maar zen. En dan wil ik op dit soort verjaardagsfeestje voor het boek Robert van harte feliciteren. Kijk, en dat is de klootzak waard, hè? Dankjewel. Nou, gaat zij ook even prot? Ja, dit is Robert, hè? Mag ik je vragen om naast mij te Dit is Robert. Dit is Robert van der Luitgaarde. Mensen, dit is Robert van der Luitgaarde. In het wild. Ja. Pas op, hij valt je aan. Misschien wel dat wij een half jaar al intensief samenwerken met Angelique. We doen het met z'n drieën. We hebben het met z'n drieën gedaan. En ik heb het vandaag voor het eerst ontmoet. Maar ik durf ook nog naast je te staan. Hey, kan je? Zie je wel, zij is ook bang voor hem. Als ik mijn schoenen uitdoe, dan word ik ongeveer zo. Dus, maar even een vraag aan jou. We hebben het al vaak gehoord uitgeven, Angelique. Kijk, ze proberen hem te koppelen. Oké, maar dit is hartstikke leuk dus. Robert van der Luitgaarde, die is in rechts in beeld. Hij staat nu een beetje reptilian erop, omdat hij net zijn ogen dicht heeft. Dus even een stukje terug. Een betere shot. Ja, kijk, zo ziet hij er in het echt uit. Gewoon een beetje niet echt teleurgesteld in de mensen of zo. Ben jij gek? Robert van der Luitgaarde, die leeft nog steeds. En wat ik nu voor jullie ga doen, is dat ik eventjes met jullie ga kijken naar het fameuze optreden van Robert van der Luitgaarde in 1985. Dat is het jaar waarin ik 16 werd. Dit is Rob, die zit inmiddels naast mij. Dit en zien jullie? Rob. Dit is dus een baby, een pop is dat gewoon. Er wordt een pop weggedragen. Dit is geen baby, want dit is namelijk 21 uur 51, 25 seconden en 12 milliseconden of zo. Maar dit is 10 voor 10, heet het op zijn Nederlands. 10 minutes to 10. En baby's die liggen dan in principe natuurlijk... niet in de armen van een vrouw in een grijs broekpak op bezoek bij Sonja Barend. En ze denkt, oh, mijn baby moet naar bed. Is 21 jaar. Zien jullie haar lopen? Haar oud. Ja, daar loopt ze ook, ja. En het publiek heeft niks in de gaten, maar de camera wel, hè. De camera die volgt haar, zie je dat? Het lijkt de Apollo-landing wel, weet je wel. Ze wordt helemaal gevolgd. En die twee vrouwen rechts in beeld, die zien helemaal niks... Die denken dat ze bij Sonja Barend zitten en hebben geen flauw benul waar ze en aanwezig zijn. En hij heeft in die 21 jaar op 28 verschillende adressen gewoond. Ja, zo dadelijk ga ik het stukje even voorlezen. Maar
Dat iemand op 28 verschillende adressen heeft gewoond, is niet aan de orde. Het gaat hier over het feit dat deze meneer, die we niet de hele tijd bij zijn voor- en zijn achternaam noemen, want zo beroemd hoort hij niet te zijn, maar deze meneer, die is in zijn reet geneukt. En hij dacht dat het oké was. De rest van de uitzending zal ik jullie voorlopen. Ja, misschien laat ik hem... Nee, ik moet hem gaan voorlezen. Dus ik ga nu even voorlezen. Wat ik erover geschreven heb. En jullie gaan er naar luisteren. Of je gaat dood. Of ik krijg... Ja, ik krijg hem wel aan. Ja. En nu krijg ze daar weer een probleem. Maar dat maakt niet uit. 4 pagina's Robert van de Luitgaarden. Sonja Barend was voor mij iemand waar je naar kon kijken met je moeder erbij. En dan keek je allebei naar een leuk programma. Als laatste zei ze, als motto, en morgen allemaal gezond weer op. Haar dictie vond ik zorgvuldig. Begrip had ik ook voor haar keuze om te scheiden van Ralf Inbar, van Banana Split. Hij hield nietsvermoedende mensen voor de gek. Zo was zij niet. Zij liet mensen aan het woord. Zat wel vaak te krabbelen aan haar linkeroor als iemand iets onverwachts zei. Dat vond ik wel goed. Ze legde de personen die bij haar kwamen, bij de VARA, Vereniging Arbeiders Radio Amateurs, het vuur regelmatig aan de schenen. Ik ga ervan uit dat ik de uitzending van Sonja Barend met Robert van der Luitgaarde in 1985 niet heb gezien. Ik keek vaak naar dat tv-programma. Robert van der Luitgaarde is op heel jonge leeftijd door zijn ouders in de steek gelaten. Op zijn 3e werd hij voor het eerst uit huis geplaatst. Na veel ellende en gezeik werden zijn ouders, toen hij 11 was, uit de ouderlijke macht ontzet en kreeg hij een voogd toegewezen. Op zijn 14e begon die voogd, de directeur van de inrichting waar Robert van der Luitgaarden verbleef, hem seksueel te benaderen. In zijn kantoor had hij een matras waarop hij zijn seksspelletjes hield. Robert van der Luitgaarde durfde geen weerstand te bieden. Een veel voorkomende reactie onder jonge kinderen die met dit soort nare zaken worden geconfronteerd. De kinderen zijn bang voor represailles en ze schamen zich te veel om erover te kunnen spreken. Ook hield de directeur hem zoet door hem bepaalde privileges te geven, zoals mee te mogen op een uitje. Als slachtoffer op 18-jarige leeftijd stappen onderneemt om het seksueel misbruik te stoppen, loopt hij tegen een muur aan. De man die hij in vertrouwen nam, zijn psycholoog, stopte de zaak in de doofpot. Moet ik even terug naar 1 pagina. Dit lukt me wel. Dat is een soort default. Ja, kijk. Ik krijg nog een mailtje binnen, wat is dat dan weer? Ik ben bezig. Shit. Hier waren we. Op 21-jarige leeftijd is hij naar de politie gestapt. De directeur is vrijgesproken van het seksueel misbruiken van slachtoffer. Justitie had een vormfout gemaakt. Slachtoffer kende nog een andere jongen die ook zei seksueel misbruikt te zijn. Die zaak is nooit voor de rechter gekomen. Er is eigenlijk maar 1 wet. De ongeschreven wet. Je mag hem noemen zoals je wilt. De wet der mensen. Daarnaast, ten behoeve van de samenleving, hebben we een wet per grondgebied. In onze Nederlandse wet staat dat het hebben van seks met iemand die jonger is dan jij aan regels is gebonden. Als de jongste 18 jaar of ouder is, is er niks aan de hand. En ook mag daar een vergoeding tegenover staan. Prostitutie is legaal vanaf het 18e jaar. Als er geen vergoeding tegenover staat,
de seks is in consensus en je jongere partner is 16 jaar of ouder, dan mag het ook. Voor de rest gelden er straffen, jaren gevangenis. Het is verboden om seks tegen een vergoeding te hebben met een jongere iemand onder de 18. En het is zonder meer verboden om seks te hebben met een jongere iemand onder de 16. De directeur van de inrichting had seks met een van de 14-jarige kinderen die hem was toevertrouwd en gaf daar een vergoeding voor. Hij heeft van zijn positie misbruik gemaakt. Hij had zwaar gestraft moeten worden. Slachtoffer werd uitgenodigd om bij Sonja Barends zijn verhaal te doen. Hij dacht een misstand recht te zetten en eraan bij te dragen dat deze pederasten, want dat zijn het, hun activiteiten stoppen. Het pakte heel anders uit. Nou, ik doe heel even pauze en dan ga ik zo dadelijk door. Ja. Even de pizza uit de oven pakken. Oké, we zijn gebleven bij pagina 2. Ja, dan netjes aan pagina 3. Terwijl Sonja Barend ze de intro uitspreekt, zwenkt het beeld en zie je een wat oudere vrouw met een baby. Het was ongeveer 10 uur 's avonds. De baby lijkt wel een pop en wordt door de vrouw snel weggedragen. Dit heb ik jullie net laten zien. Dat is waar, hè? Sonja Barend is heel strikt op één punt. De naam van de directeur, nog de locatie van het instituut, mag genoemd worden. Als ik ten tijde van de uitzending een kind kende dat in een inrichting zat, dan had ik toch graag geweten welke inrichting dit soort gedrag gedoogt. Ben ik de enige? Sonja Barend, ze, spreekt de hoop uit dat slachtoffer haar vragen zal beantwoorden. Mag ik vloeken? Sonja Barend vraagt niet naar details over het gebeurde. Wat Sonja Barend verbaast is het feit dat slachtoffer van er niks aan gedaan heeft. Ja, slachtoffers moeten zichzelf redden. En niet naar de politie gaan. Daar is de politie niet voor. Hij zag toch dat matras liggen. Slachtoffer kon toch weten waar dat toe kon leiden? Ook staat Sonja Barend stil bij het feit dat de vergoedingen, de extra uitjes die slachtoffer kreeg, toch wel door hem gewaardeerd hebben. Moet ik fucking de vorige pagina terugpakken? Dat mag niet. Prostitutie is legaal in Nederland vanaf 18 jaar. Heb je goed begrepen, Sonja Barend? Mok langskomen. Mok u uitscheld. Dan komt er een specialist. Een onderzoeker die gekeken heeft naar seksueel misbruik van kinderen door volwassenen. Hij legt uit dat de kinderen in veel gevallen geen aangifte doen, niemand op de hoogte brengen vanwege twee hoofdoorzaken. Ten eerste zijn de kinderen in een kwetsbare positie. Ze vrezen voor wat hun zou kunnen overkomen als de pederast wraak zou nemen. Ten tweede, en dat komt vooral bij jongetjes voor, schamen ze zich diep voor wat er is gebeurd. En Sonja Barend niet! Die lacht erom! Die denkt alleen maar aan de salaris. De vieze, vuile soldaat is het. Voor het verkeerde leger. Ook over deze uitzending blijft Sonja Barend zich verbazen. Uiteenzetting. Samen met de specialist staat ze stil bij het feit dat er toch ook sprake is van een soort seksuele opvoeding. Kijk, je mag Sonja Barend geen stophoer noemen. Maar wie slaat haar met een bierfles op de kop?
een inwijding is dat je ook kan zien als een positiviteit. 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 In elk geval positief bedoeld. Ja, leuk! Voor Robert van der Luitgaarde om de leuter in zijn anus te voelen van de directeur van die katholieke kuddenstichting. Maar dat mag je niet zeggen, hè? Want dan ga je naar misdrijf en dan kom je in de gevangenis. In plaats dat ze een oproep doet aan justitie om de zaak tot op de bodem uit te zoeken en de kinderen die overgeleverd zijn aan jeugdzorg te beschermen, bekritiseert ze, Sonja Barend, het slachtoffer. Insinueert zij dus, Sonja Barend, insinueert dat slachtoffer het toch zelf wel een beetje wilde misschien. Hij had gewoon een jeukerige anus en hij was blij dat hij in de katholieke kuddeopvoedingsstichting zat. Eindelijk een directeur met een matrasje op zijn kantoor. Dat gelooft Sonja Barend. De vergoeding was het er ook. En hij werd ingeleid in de seksualiteit. Snap je hem? Moet ik zelf Sonja Barend aan gaan pakken? Heb ik geen jonge mensen om me heen die zeggen, nou Perry, als jij mij vertelt waar Sonja Barend woont, dan pak ik er wel aan. De vraag is in hoeverre Sonja Barend haar positie als verslaggever hier crimineel gebruikt. Liegen als journalist geldt als een misdrijf. Zij had op de hoogte moeten zijn dat de wet het gedrag van de directeur afwijst. Dat geldt als een misdrijf. Geen seks onder de 16. Onder de 18 geen seks tegen vergoeding. Beide regels zijn met voeten getreden. En er is elke reden om aan te nemen dat de pederast ten tijde van de uitzending door zou gaan met zijn gedrag. En daar heeft Sonja Barend helemaal geen moeite mee. Zij houdt die, dat slachtoffer, Robert van der Luitgaarde, wel even onder de duim. Sonja Barend heeft een woning met ruiten. Ooit gehoord van kristalnacht? Is dat het minste wat we kunnen doen? De eerste keer, ik lees je voor, de eerste keer dat ik de VARA betrapte op het beschermen van pederasten, en pederasten, dat zijn dus mensen die kinderen neuken, was ten tijde van de rel tussen het Algemeen Dagblad, AD, en Joris Demmink. Koen Voskuil van het AD was op nieuwe informatie gestuurd die erop duidt dat de hoge ambtenaar Joris Demmink zich in de jaren 80 van de vorige eeuw, dat is de 20e eeuw, ophield met een pooier van kleine jongetjes. Matthijs van Nieuwkerk, Peter de Vries en Jan Mulder hebben toen Koen Voskuil weggezet als een domme, onverantwoordelijke verslaggever. Kijk het maar naar. De volgende uitzending doe ik daarover. De VARA, iedere VARA medewerker, die mag zijn salaris terugbetalen. Viespeuken. Sodomieten zijn jullie. Jullie helpen ons naar de verdoemenis. Wat denk je ons te opzadelen met mensen? Dat is Robert, die ik dan persoonlijk ken via de Skype. Denk je dat ik dat leuk vind? Dat ik dat soort mensen moet kennen? Die zo misbruikt zijn. En in het geval van Robert van der Luitgaarde, dank ik God op mijn blote knieën dat ik hem ken. Want dat is een eerlijk kerel. En ik heb zijn afspraak verzaakt. En dat was ik. En niet hij. En bedenk goed dat een Kalashnikov, dat is een Duits ontwerp. En dat is niet van die Russen. En dat was geen grapje of zo. Inmiddels hebben in de zaak rond het Joris Demmink dossier nog eens 6 ambtenaren een aangifte gedaan. In dit geval tegen minister Ivo Opstelten. Dat is er ook zo een. Ivo Opstelten, die stamt niet van de apen af. Nee, die stamt van de kikkers af. Kwak, kwak.
6 voormalig gevangenisdirecteuren. En dit is mijn afsluiting dan in een stukje. Ik ben erg benieuwd naar wie de regels in handen heeft van deze VARA-uitzendingen. De regie. Wie zijn de broodheren van de Verenigde Algemene Radio Amateurs? Bla bla. Die socialisten die zo goed voor ons zorgen. En dan denk je misschien dat ik uit mijn nek lul over Doris Demmink. Ik kan gewoon fucking mad worden of jullie mij beledigd hebben. Nee, niet jullie dan persoonlijk, maar de mensen in het algemeen. Als je er in de kroeg over begint. Weet je, ach, iedereen doet wat. Au, ja, maar je doet net alsof het feest voorbij is. Ja, dat vind ik niet leuk hoor, want ik wil blijven doorfeesten. Nee, het is geen feest, lul. Kijk, deze website, die heet dus de Demmink Doofpot. En dit is geregeld door Poot. En of Poot dan helemaal, weet ik ook helemaal niet, ga ik niet over. Ja? Waar het mij om gaat, is deze audio die ik nu op ga starten en jullie gaan hem luisteren. In de gesprekken met Panorama en Gaykrant, achter gesloten deuren afgelopen week, heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo's. En dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Got it! Sorry voor mijn Engels. Snap je dat, wat er net gezegd werd? Dit is de secretaris-generaal van het fucking ministerie van Justitie. En hij zegt, ik heb graag seks met jonge homo's, maar ik vraag niet altijd hoe oud ze zijn. Nee! Dus als jij de volgende keer betrapt wordt met 135 km per uur op een 50 km weg, dan zeg je gewoon tegen die agent of tegen die rechter, ja, ik beroep mij op Joris Demmink arrest. Ik rij graag een beetje door. En kijk niet altijd hoe hard ik rij. De wet, daar veeg ik mijn reet mee af. Dat is Joris Demmink. Nou, en nu even terug naar die mail van Robert. En hij vraagt aan mij of alles goed met me gaat. Ja, dat gaat alleen maar goed met mij als het goed gaat met Robert. Dat is punt 1. Maar Robert weet dat wel. En dat hij dus zegt dat hij niet onder de commissie dateman valt. Dat klopt. Daar had ik het ook niet over. Ik had het gewoon over dateman. Dat was een andere viespeukerij. Dat had niks te maken met Robert van der Luitgaarde. Alleen Robert van der Luitgaarde heeft er wel mee te maken, want hij is ook misbruikt. Maar hij is niet onderzocht door de commissie dateman. Nee, de commissie dateman had wel wat anders te doen. Die had andere katholieke kuddeprekers te beschermen. En zo leven we in Nederland. En dat noemen wij een democratie. Een volksregering. Nou, als dit de volksregering is, die dit soort dingen aan mensen als Robert van der Luitgaarde aandoet en er gewoon een neus bij ophaalt en ze mogen op tv komen bij Sonja de Barend. En dat is het dan. You get your 1 minute moment of fame. Omdat je in de reet geneukt bent door een of andere vent. Wiens naam nog organisatie wij willen verhullen. Is dat de volksregering? Nou, dan mag je mij morgen onthoofden. Op de Place de la Bastille. Want daar wil ik niet meer bij jullie horen. Dan gaan we samen kijken naar mijn rollende kop. En een goed begrip. Het is maar eventjes, kijk, ik ben niet boos. Echt niet. Ik heb een emotie en die heet boosheid. Ik ben niet boos, ben jij gek? Ik heb een emotionele boosheid. En die voel ik. En daar geef ik gehoor aan. En op het moment dat ik een AK-74 of een AK-47 of dat originele Duitse model krijg en iemand tegen me zegt, dit is je briefje met je adres, dan heb ik een anonieme overchipkaart in mijn hand. Met genoeg geld voor een enkele reis. En dan ga ik het probleem oplossen. En voor die tijd moet er iets gebeuren onder ons.
Want ik ga niet op een killing spree. Dit is Engels, Anglo-Saxisch. Killing spree. Zonder jullie toestemming. Ik heb eerst toestemming nodig van jullie. En dat jullie begrijpen dat je mensen die dit slachtoffer, en hij heet dus Robert van der Luitgaarde, dat is gewoon zijn naam. Maar de mensen die dit hem hebben aangedaan, als jij vindt dat die gewoon hun kaasjes mogen blijven eten, nou, dan zijn we uitgepraat. En denk je er anders over, geef mij toestemming en ik regel mijn eigen geweer. En met een glimlach